Deze beschouwing daar heb ik nu zo'n zin in. Hè? <laughs> ik vind het, ik vind het zo fijn om iets door te geven met een blijdschap. Je hebt zo'n man, Emile Ratelband of Emiel moet je zeggen. Dubiel Ratelband mag je ook zeggen. Dat maakt hem niet uit, namelijk. Dat zou ik echt ontzettend debiel vinden. Van debiel ratelband. Dat ik hem debiel ratelband noem. Ik denk dat hij liever heeft dat ik hem nog een keer noem. Emiel ratelband. Maar die is dan zo positief al. Hè? Ah, je moet hem al omgooien. En je moet erin stoppen. En je moet handelen. En dan zeg je. Hey, je bent altijd vol energie. En je moet eten. En dan moet je weer op. En dan moet je weten dat ik ontzettend veel van die man hou. Serieus. Echt? Ik vind het een verademing om naar hem te luisteren. Tja. En ik ben niet zo. Ik ben meer van. Meen je dat werkelijk? Ik ben heel uh, introvert, heet dat. Ja, introvert, denk ik. Nee, of is het nou... Ja. Want het is, bij jong is het anders, hè? met introvert en extrovert. Is dus dat introverte mensen die, ver, die, die, die verbergen hun woede of zo. En dan, dan gaat het een keertje fout. Toch? En extroverte mensen... Die laten hun woede lekker. En die zijn heel extrovert. Dus je moet niet. Ja, Daar jong nog een keer. Dus ik, ja, ik kan ook niet alles onderhouden. Wat is dat nou? Carl Gustav Jong over introvert en extrovert. En dan kom jij erachter dat je juist introvert moet zijn. Oh, zo was dat. Ja, je moet introvert zijn en niet extravert. Want extraverte mensen die zijn bangelijk en dat soort dingen. Dus Emiel Ratelband is een introvert mens. Volgens Jong. Dacht ik. In elk geval vind ik hem niet oppervlakkig. En dat betekent diepgaand. En dat betekent introvert. Terwijl extraverte mensen van nee, ik doe maar wat. Waarom zou je zomaar wat doen? Ik hou van Emil Ratterband. Een geweldige vent. Misschien dat ik hem zelfs ga noemen in de titel van deze beschouwing over het Onze Vader. Ik kijk anders aan tegen de manier waarop je het moet doen. En. Uh, ik denk dat Emiel Raterband op zijn manier. ook. goed doet. En ik doe het anders. Ik hou er niet van dat ik jou ga aansporen. gaan we het doen. Die moeten allemaal gek maken. We gaan er tegenaan. Je... Helemaal niet. Weet je waar ik voor ben? Ja, ik ben er voor. Het als God niet had gewild dat we ons op onze reet gingen zitten... waarom hebben we dan een reet gekregen? Om mee in de ronde te wandelen op de ketwolk? I'm too sexy for my shirt, so sexy it hurts. I'm a homo gay, I'm too... Ga De Billen heb je gekregen om op te zitten... Uh, doe alsjeblieft rustig. Ja, maar alles gaat fout in mijn leven. En ik maak me zorgen. En, 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 en ik ga mijn moeder bellen. Ja, dat soort dingen dus. Hè. Nou zou Emiel Ratelband ook zeggen dat je nooit je moeder moet bellen. Die belt jou wel. Als je je nodig hebt. Maar waar heb jij je moeder van nodig? Hé, hey, heb je je moeder toch nergens van nodig? Even aan mijn moeder vragen. Ik zweer je dat hij dat zei. zei Hij lachte er nog ook bij. Even aan mijn moeder vragen. Wees toch bij de tijd meid. Even aan mijn moeder vragen. Dat doe je toch helemaal niet? Je treedt zelf op. Je heb je moeder nergens voor nodig? Wat je moeder nodig heeft, is dat jij zelfstandig bent. Dus anders moet je moeder even voor jou blijven zorgen. En dan kan je zeggen: Ja, yeah, maar mijn moeder zorgt voor mij. Hè? Maar dan zorg ik ook voor haar. Hoor. Ja, dan heb je een soort wederkerige zorgrelatie met je moeder. Wat is dat nou weer voor nodig? Daar is je vader toch voor? Hé? Dus jij bent een kind. En je vader zorgt voor je moeder. En jij gaat lekker uh, free riding, free flying. En je komt wel terug. Nou, heb je dat, dan zeg je tegen je pa, hé hey, pa, je wou toch die oude postje? En je pa zei, Ja, man, ja, dat is moeilijk, want uh, Henk uit Gerustraveen, die had er een. En, uh, oh, ja. en dan zeg je pa, kijk eens even in de tuin. En dan kijk je pa zo naar de tuin, dan wat. Ja, daar had ik over. Ja, is toch leuk? Een oude kerel in een postje, Wat is dat nou? Passen ze daar niet in of zo? En wat kost zo'n 911 nou? Wees nou eerlijk. Ja, wees een kind voor je ouders. En je vader zorgt voor je moeder. En dat hoef jij dus niet te doen. En als een moeder gaat scheiden, dat is mooi pech voor jou... Want dan kan jij gaan zorgen voor je moeder in plaats van je vader. He? Dit ga ik ook nog even tegen mijn dochter zeggen dat het zo ligt. Uh, je moeder heeft ervoor gekozen dat jij voor haar gaat zorgen in plaats van ik dat doe. Want de moeder heeft nou een nieuwe kerel en dat is een moesiekoes. En ja, hij heet Rocco Osterman en dat mag je zeggen, want die is beroemd. En de mensen die beroemd zijn, dienstnaam mag je altijd uitspreken. Rocco Osterman. Ja, wat vind ik van Rocco? Ik heb hem nooit gesproken. Ja, punt. Hij heeft geen behoefte om mij te spreken. Nou, en daar laten we het bij. En hij is een muzikant. En ik weet hoe die muziekindustrie in elkaar zit. En hij heet niet Peter Gabriel. Nee, hij heet niet Peter Gabriel. Hoe weet het op zijn Engels? Gabriel. Peter, uh, de, uh, ja, Peter, de Steen de Engel of zo. Steen de Engel. Ja, dat eet hij niet uit. Rocker was de man, hij is van de zwarte kus. Dus dat is geen lang leven beschoren, hè? Kijk, je kan allerlei dingen doen in de, de kippenindustrie, maar uh, uh, uiteindelijk leg je het loodje, hè? Als kip bedoel ik dan. Ja, dat zijn van die dingen. We gaan het lekker hebben over het onze vader, zodat dus je tot rust komt met al die dingen. Zo. Oh, maar Piri, maak je dan geen zorgen over het contact met je dochter, dat hij uh, in zo'n wanhopige puinhoop zit? En ik denk, nee. Als ze het niet redt, nou, dan kon ze het niet. Dan maak het uit. Is een mooi verhaal van die uh, aboriginaals in Australië. En die leefden van het vuilnis van de stad. En hun verdienmodel was: dat als je dan ging neuken, dat was punt 1 leuk voor de seks, en punt 2 kreeg je dan kinderen, en dan konden die kinderen het plastic gaan rapen. En dan lekker uh, ja, goedkope uh, gin. Ja, gewoon gestookte meuken. En dan kom je de dagen wel door. Ja, het is een kwestie van neuken. En je hebt er arbeiders bij. Serieus. Hè? En die mensen die gingen dan als een kleintje. En dan was er, ja, er moet echt wel even wat plastic geraapt worden. En dan gingen papa en mama, die gingen samen de deur uit. En de deur, dat was geen deur, dat het was een hutje. Van afval gemaakt. En daarin lieten ze dan een vuurtje branden voor dat kind. Anders zou het, uh, ja, verkleumen. Want papa en mama gaan allebei uitwerken. Dit heb ik gezien op tv, ja. Dus voor millennials, een generatie omega, die hebben dit niet opgezien op tv, hè? Of was het nou in Roemenië? Dat kan ook. Maar van die authentieke bevolking, zullen we maar zeggen, met een kleurtje. Ja, en die lieten dan die baby achter in zo'n hutje en dan kwamen ze aan het eind van de dag terug en die kind, oh, wat leuk, papa en mama zijn er weer. En soms kwamen ze met z'n allen terug en dan was er een hutje afgebrand en dan kon je nog zien aan de verkoolde botten waar het babytje lag, ja. of de kleutertje, of wat de, die had met het vuur lopen spelen. Ja, dat gebeurde wel eens. Joh, er ging kindje met vuur spelen. Joh, en dan kwamen we gaan ze allemaal terug van het werk, hè? plastic krapen. en dan was er een hutje afgebrand en dan zeiden ze, oh, jullie kind heeft met vuur gespeeld. En dan die ouders zo oh ja, mag niet aan. Ja. Dus genoeg spul om een nieuw hutje te bouwen. En trouwens, ik heb wel zin om te neuken vanavond. Dus hebben we hebben zo dadelijk een nieuw kindje. Met ons gaat het goed hoor. Hé, hey, dat ik even weet hoe mensen in elkaar zitten. Als je ze wat te neuken geeft, dan. joh, uh, een yeah. beetje suipen erbij. En, uh, klaar. Het gebed, het Onze Vader, dat staat in Matthäus 6. Dat zeg ik uit mijn hoofd en ik controleer het even. Dit is een hele belangrijke uitzending voor Millenniums. Oh, een generatie omega die hoopt dat ze de laatste generatie is. En ik zeg je nu al, dat zit er niet in. Dus uh, bukkel up. En dat je even weet wat die oude lui hebben verzonnen. Snap je? Ja, je kan ook zeggen: ik doe het zonder de kennis van die oude lui. Dan, dan uh, komt het ook allemaal goed. Want dan ga ik helemaal nieuw opnieuw uh, fris begannen. Ja. ja, hier is die goed. Dat is Matthäus 6. Matthäus is het eerste evangelie van het Nieuwe Testament. Dat is dubbel op. Het <laughs> is de eerste blijde boodschap van de bibliotheek der blijde boodschappen. Maar het is de eerste blijde boodschap. Dat is Matthäus. En daarvan hoofdstuk 6. En die anderen zijn ook niet te versmaden. Maar we kunnen niet anders gaan doen. Dus we beperken ons. En in Matthäus 6, daarin staat het gebed. En. Ik ga beginnen met vers 1. Het is erg belangrijk dat je goed oplet. Dat je goed beseft dat jij niet de enige goede was als je straks dood bent. Dus als jij straks dood bent, dan weten we of je goed of fout was. Dat is pas bij de dood. En was jij de enige goede? Dat zou je kunnen denken. Als solipsist, hij dat. Solipsisme is denk ik een mental disorder. Net als LGBTQ. En dat soort fratsen zijn het gevolg van het feit dat men gelooft in een overheid met oneindig veel geld. En dat het altijd alles goed komt. En dat we altijd wel te eten zullen krijgen van de overheid. Want die zal ons nooit in de steek laten. Ze hebben Auschwitz, een beetje baba, foei foei gedaan. Ze hebben in Berlijn 1 miljoen vrouwen laten verkrachten. Ze hebben bij de Rijnkampen, dus de Rijn, dus Arnhem ligt aan de Rijn, aan ja. die rivier, daar zijn ook kampen gemaakt. En daar zijn in een hele korte tijd een aantal mensen overleden. En die waren krijgsgevangen genomen. Die hadden een Duits uniform. En die zijn overleden aan dorst en ziekte. Ze hadden ook niks te eten. En ook geen toilet. En ook geen dak boven hun hoofd. En dan ga je snel dood. Als het seizoen daar is natuurlijk, hè? als je dit uitvreet in uh, Ja, als het een beetje in de zomer en dan regent het af en toe. En, uh, nou, dan snap je het wel. Hè? Maar zoals het kouder wordt, nou, mensen dat niet zo lang vol aan. Onze overheid heeft nog nooit bewezen dat ze het goed voor heeft met ons. Nooit. Principalities op zijn Engels. Principalities. Dat is de principe kwesties, dingen. Want ja, wij zijn nu een keer van de staat en uh, we doen het zo en dit is de wet. Hij heet een principality. Dat heet een overheid. Het is een overkoepelend orgaan. Vanwege de wet. En het leger dat erop toeziet dat de wet wordt gehandhaafd en dat je klappen krijgt als je je niet houdt aan de wet. Dat is de principality. Of de overheid. En die overheid die geeft ons te eten en daarin vluchten mensen weg. Totdat je die mensen hebt die ziet... Oh jee! Onze overheid geeft ons niet alleen te vreten. Nee, ze slachten ons ook nog af als ze genoeg hebben van ons. Getuigen die jongens bij D-Day. Op 6 juni, 6 uur s morgens. En dan zeg je op z'n Engels: juni 6, 6 A.M. Maar dat maakt niet uit. Want juni is de zesde maand, dacht ik. En dacht je nou echt dat dat geen theater was? He, mensen kunnen zeiken over 9-11. Ja, 9-11 was één groot theater, man. Wat denk je van die dag? Gedenk al die monumenten die er staan. Ik ben niet boos, dat gaat mij helemaal niet om. Het is alleen duidelijk. Yeah. Wie oren heeft, die horen. En over mijn stem gaat een compressor. Dus ik heb niet getetterd in je oren, snap ik. We gaan het hebben over het onze vader. Van de overheid heb je niks te verwachten. Helemaal ziltje. Nada. Niente. Nul. Kwaadaardigheid. Is dat. Onze overheid is kwaadaardig. Dat is haar aard. Haar aard. De overheid is een kerk en bestuurt de bedrijvigheid. De overheid is een vrouw en bestuurt de mannelijkheid. Snap je? Dat heet matriarchaat. Omdat de kerk een vrouw is. Daarom mag de kerk niet de baas zijn. En dan ga je zeggen: ja, maar dit is seksistisch spirit. Is, dit is, waarom mogen vrouwen niet de baas zijn? Nou. Om het goed uit te leggen. Op mijn werk, ik ben schoonmaker. En ik heb een moeilijke tent. En die heb ik helemaal onder controle. Ik kom dat schoonmaken. He, goed begrip. Ik ben specialist. Ik ken die tent. Ik ken die bewoners. Ik ken niet alleen de namen van die bewoners, ik ken ook hun nukken. Ik ken niet alleen de namen van de begeleiders, ik ken ook hun nukken. En ik kan je vertellen dat. Begeleiders met te veel nukken ja, die rukken op hè. Want daar zijn wij niet van gediend. Punt. En wij is degene die zijn. Dat is de grootste secret society die je maar kent. Want wij hebben geen lidmaatschapsformulieren. Want daar geloven wij niet in. Nee. Wij. Ons. Elohim. Dus je bent er of je bent er niet. Je kan ook ziek zijn. Ik heb ook de collega's zien gaan en. Dat ga ik niet gelijk zeggen. Die deugt niet. Die had ze dag niet. Of zij had het dag niet. Dat moet ik ook respecteren. Dat iemand overbelast is. En dan heeft hij ze dag niet. Dat kan allemaal gebeuren. Wij zijn kracht. Wij zijn liefde. Wij zijn tijd. en aandacht. Wij maken ons vrij. om te zorgen. Punt. Wij zitten in een maatschappij. Er is de hele bedrijvigheid is overgenomen, zeggen ze. Dat is helemaal niet waar, by the way. Dus maak je niet zo'n zorgen, alsjeblieft. Jij voor de generatie Z, millennial, de omega. Maak je geen zorgen. Laat ze de boel overnemen. Wij krijgen alles terug. Alles wordt ons nu afgepakt. Serieus. Ik ben met Wim Kruidentuin, rijden, en dan bij mijn werk in de rondte. En hij weet daar gatverzakken. dat snap ik dan ook helemaal niet. Hè? Maar die weet er alle weggetjes. Weet dat Die woep. Wiep, dit is een doodlopend. Oh, ja, zie je nou wel? De hek. Kan je ook niet door? Hier kan je nog langs. Ja, we zitten er midden tussenin. Alles wordt ons afgepikt. En wat maakt ons dat uit? We krijgen alles terug. Ik zeg je, alles krijgen we terug. En zoals Bob Marley zo positief placht te zingen... Many of us are going to die... Ja, prinses Diana, hè? Die, Inna. Ga weer. Dat is allemaal onzin. We krijgen alles terug. Kijk, wat, wat Babylon wereld. dat geeft niet. Punt. En dan kan je het wel willen. maar het geeft niet. Snap je? Ja, maar Piggy, waarom kan het niet? Tja, het heeft ermee te maken dat als je wel verantwoordelijk bent, maar geen eigenaar bent. En dus geen zeggenschap. Ja? Wel verantwoordelijk, geen zeggenschap. Dat is niet motiverend voor de wil van de heer. Snap je? De wil van de Heer, en dat is jouw wil. Je hebt geen vrije wil. Kijk maar in je eigen boek. Jij hebt nooit een vrije wil gehad. Je hebt met je stomme kop heb je keuzes gemaakt. Draai draaide voorop en wees een ezel. Een vrije wil heb je nooit gehad. Die wil die komt van God. God is. De wil. Dat weten wij. Vanuit de logica. Ja, oh, maar Perrie, moet ik nou vertrouwen op logica. als het komt uit de mond van een idioot zoals jij? Ja, dat is een hele goede kritische houding. En dan ga je nu Arthur Schopenhauer lezen: De wereld als wil en voorstelling. En. Je kan ook Immanuel Kant gaan lezen. Der Kritiek der reinen Vernunft. Dat kun je ook doen. Schopenhauer zit. Dat is één grote katoen. Die zit de godganse tijd te zeiken over Hegel. Met zijn these, antithese, synthese geblaad. Dus als je je kritiek over Hegel. Op een vrolijke, hedendaagse manier van die dagen. Dan moet ik je Shoppernamen gaan lezen en begrijp dan inmiddels waar hij het over heeft. Er is een wil en een voorstelling. Er is een wil en een theater. Dat is de goede vertaling. Het is theater wat we zien, tot in alles theater. En het vreemde is dat sommige mensen die gaan dan geld uitgeven om theater na te bouwen op een toneel. En mensen die nog meer aan theater gaan lopen doen met 9/11 en D-Day. De wereld is een theater. Dus een mug in jouw woning is een acteur. En die wil ook wat. Ik laat even een pauze vallen. Ik heb nu net Arthur Schopenhauer correct samengevat. Arthur Schopenhauer heeft de meest grappige bijbelkritiek geschreven ooit. En hij zei: Maar ja, uh, dat verhaal van die wonderbaarlijke visvangsten. Ja. ja, dat was mooi kut voor die vissen. Jezus is de klootzak. Arme vissen. Arthur Schopenhauer... De wil hebben zijn ziel. Bij Arthur Schopenhauer... dien je dat te zeggen. De wil hebben zijn ziel. Dat Arthur Schopenhauer... zich nog maar veel mag door... zoals de Amerikanen zeggen... fucking. Dat we straks kunnen zeggen... fucking Arthur Schopenhauer. Jeetje, wat een hoop kinderen. Die het begrijpen. Dat als er een... Een beest in jouw woning komt. dat je dat niet het recht geeft. om dat te vermoorden. Je kan niet zeggen. het is mijn huis. en een vlieg komt erin. en die vlieg gaat dood. Hoe kom je erbij? We gaan het hebben over het onze vader. en voordat we dat gaan bidden. gaan we onszelf eerst vrijmaken van zonde. En dat we goed weten waar het om gaat. En heb jij een insect gedood in je woning? En waarom dan? Geïrriteerd of zo? Kijk, op mijn werk acteer ik anders. Op mijn werk heb ik geen medelijden. Kijk, mijn locatie zit onder de medicatie, die urine, die hele aparte lucht. De, de, die mensen zitten helemaal onder de drugs. Allemaal ja, rare dingen worden daar gevroten van de plusmarkt. En het, is, het is geen omgeving voor insecten, snap je? En ik heb geen tijd om die insecten naar buiten te leiden. Uh, is er vandaag een. Nee, er is een, ik heb er een kever uh, gevangen met mijn microvezeldoek. En die ligt nou. Uh, die, is al lang, uh, die doek is al lang weer droog. En die kever, er is niks meer van over. Ja, Langpootmuggen, dat is tegenwoordig weer een hobby. Ook een tijdje terug zat de, de locatie waar ik zat, die zat vol met spinnen. Serieus. We allemaal spinnen naar binnen gekomen. Zilvervliesjes, uh, visjes, papiervisjes hele rare bezig. Allemaal afgemaakt. Alles maak ik af. Want ik ben in functie. Het is wat anders, snap je? Die beesten horen daar niet thuis. Hè? Maar als ik thuis ben, dan ben ik in mijn huis. En ik bepaal wie er naar binnen komt of niet. En als er dan eentje naar binnen weet te sluipen, dan, dan is dat mijn gast. Want ik ben thuis. Snap je? Snap je waar ik het over ga hebben, ik ga het hebben over het onze vader. Hm? Ik laat even een boertje. Die wordt heavy, jongen. Dus als ik een insect in mijn woning heb, wordt hij door mij niet gedood. Toch heb ik laatst een vliegenmapper gekocht bij de action. Want daarvoor. Ving ik vliegen met een glas. En vliegen vangen is anders dan muggen vangen. En je kan ze vangen met een glas. Hm. En dan, dan breng je ze naar buiten en ja. dan word je helemaal in paniek. Hm. <laughs> dan doen we er niks van aantrekken. Jij bent de baas. Het is jouw huis. In jouw huis ben jij de baas. En alles gaat goed. Het enige wat die vlieg moet doen, of die spin, of die whatever. En niet lopen, niet biebiebiebie, bi 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 je. kan zo'n beest toch voor de gek houden. Dan gaat hij vanzelf aan de achterkant van het glas zitten. Van, Laat ik hier maar gaan zitten, want hier is nog een beetje de zon. Dan is hij precies aan de goede kant. En dan, up, uh, je bokonnetje op. En dan, hoppoe. gaat hij maar. Ik sla geen insecten dood. Echt niet. Nooit. Behalve met die vliegen, dat ik ze beu was. Daar waren van die jonge vliegen, van, van die uh, u. Die bleven me doorgaan, die haar nauwst afgelopen. Toen heb ik een vliegemapper gekocht. Niet kunnen gebruiken. Ja, mijn punt is. Uh, ja, het zit hier onder de spullen. En ik, ik, ja, als je met zo'n vliegenmapper gaat mappen... Ja, voor hetzelfde geld. map je tegen je asbak aan. En wat heb je daar weer aan? Nog meer rotzooi. Of nog erger, dat je bier omgaat. Nou ja, laat maar leven dan. Ik heb een composthoop op mijn balkon. En. Ja, en de bedoeling is dat ze dat dat niet. Dat die vliegen allemaal wegvliegen, snap je? En niet bij mij naar binnen komen. <laughs> en dan kan ik dan zelf misschien ook wat aan doen. Ja, nieuw probleem. Maar je mag niet zomaar iets Dodo. Niet zomaar iets Dodo. Het mag wel, maar niet zomaar. Ook geen dier. En een plant kan je niet echt doden. Dus ja. Aan de andere kant van. Ja, ja hoe kan je een plant doden? Het is best moeilijk hoor. Of schimmels kan je ook niet doden. Ja, hey. Maar dieren wel hè. En men doet er makkelijk overigens. Insecten worden. Paaf, paaf, paaf. Kutvlieg. In feite, als jij als kerel thuiskomt. met een stijve paal. Want in de kantine. De hingen van die posters van wijven. die er echt geweldig uitzien. Ik heb er ook gewerkt. Hè, met als automatiseerder. In, tussen de, uh, het magazijnpersoneel. En ik kom met zo'n paal. kom je thuis. Uh, is niet helemaal een paal, maar wel dat die oh, oh, die postaat zit zo oh, We hebben er zin in. Hè? We gaan even lekker lozen. we gaan vandaag lekker lozen. En dan kom je thuis uh, en dan zie je je vrouw zo bezig uh, en die zet te mappen met die vliegen en die mept dan vijf vliegen dood. Dat is een al die kloten vliegen. En dan krijg je postaatkanker van, denk ik. Dat denk ik. Ik denk dat dat het probleem is. Hè? Je hebt van die gewelddadige vrouwen. Jojo. Jo. Als je het goed beschouwt, hè, als je het simpel beschouwt, leven is van de wil. Er is een wil tot leven en daarom ben jij hier. En het, het is waarschijnlijk verstandig dat jij begrijpt dat je hier bent vanwege de wil. En de wil die mij wilde, dat was dezelfde wil die jou wilde. En ook dezelfde wil die jouw uh, kutzusje wilde. Die de, weet ik van wat? Het is allemaal hetzelfde. De veroorzaker. En hoe ga je daarmee om? Wat is de verhouding van de veroorzaker, de wil, tot ons? Is dat als een vrouw of als een man? Of als een transgender LBTQ? Gebeuren dat verbeterd moet worden. Omdat het mankeert. Is het een vrouw? Is het een man? Of een biseksueel? En hoe verhoudt die veroorzaker zich tot ons? Als oom? Als buurman? Als verre vriend? Of als de vader waarvan jij dacht dat die er zou zijn? Toen jij geboren werd. Ik laat een pauze vallen. Want iedereen heeft dat. Iedereen heeft een klacht. over zijn moeder. En dat mag dan, want vrouwen zijn emotioneel. En ze hebben ook een klacht over hun vader. Want die was niet uh, dingers genoeg. En dat is dan erg. En daarom is papa weg. En moet ik voor mama gaan zorgen? Want papa is een lul. En nou zit ik opgezadeld met de zorg voor mijn moeder. Ik gedenk me even de positie van mijn dochter. Die de godgangse tijd bezig is om te zorgen voor de moeder. En back af gaat ze dan lopen social media. Ja, ik snap de B ook wel. Ik bedoel, niet beledigend. Dus, uh, ik snap haar. B. Ik ben A. En zij is B. Snap je? Ik ben een man. En zij niet. Ja, kortom, wat wil je relatie zijn? Wil je werken voor God? Dan moet je een moedergod nemen. Daar kan je altijd voor werken. Die wil offers. Een moedergod wil offers. Een moedergod wil bewezen zien dat het daadwerkelijk gemeente is. Een vadergod niet. Getuigen de Bijbel. De vadergod wilde een offer van Kaïn en Abel. Kaïn was de landbouwer. En Abel. Die ging met dieren om. Wat het kain kon met het land en het zaad en het water. En... Dat kon Abel met dieren. Dus je had de, de, de plantenhouder en de dierenhouder. Snap je hem nog? Goed bij de les blijven, anders kan je het onze vader niet begrijpen. Kijk, Kaïn heeft Abel geslacht. Want Abel slachtte. En dat was zijn offer. En Kaïn kon niks slachten. Want hij had planten. En daarom werd hij jaloers. Deze verhalen gaan heel diep. En dit is onze geschiedenis. Wij dienen allemaal te beseffen dat het een hele lange ademhaling nodig heeft om tot rust te komen en te zien dat dingen gebeuren, hoe erg ze ook maar zijn, in sommige ogen. En in wiens ogen. Gedenk de rust. Anders kan je niet bidden. Ik zeg je, je kan ook bidden met de I-Ching in de hand. Ook. Gedenk dit even. De I Ching is een gelukskoekje in 64 delen. En met een, ja, een gelukstoeval. Dat kan zo simpel zijn met de computer. Dan druk je een knopje. je ben je klaar. Of je helemaal niet uh, duizend blad te gooien, of muntjes, of. Uh, drie en twee is. Niet gewoon push. Probeer hem maar eens uit. Ik heb alle hoeken van de I Ching gezien. En nergens. Uh, hoe moet ik zeggen. Nergens een vraag. Altijd een antwoord. Kunstig hoor. Je kan zeggen: alle wijsheid komt van de Hebreeërs, Ja, maar de I Ching niet. En de I Ching kan je ook trekken. Het is een gevaarlijke business, by the way. <laughs> Daar kan je van schrikken. Want dan krijg je antwoord. Recht voor z'n raap. Dus je moet dat tegen kunnen. Het onze vader daarentegen... ...is een geruststelling. Het is een smeekbeden. En dat is goed om te doen. En kijk hoe je lichaam zich voelt terwijl je dit bidt. Dus je je kan zeggen dat je niet eens moet bidden in het bijzijn van planten. Perry, nu ben je echt gek geworden. <laughs> nee. <laughs> Dit zegt. Uh, weet je ja. Die serf. Uh, wat, wat je, voormalig Joegoslavië. Tes, tes, tesla. Tesla zegt dat. Tesla zei: Als je met je voeten staat op gras. dan moet je minimale uh, zware schoenen aan hebben. Je gaat niet met je blote voeten op gras staan. Dat, dat, dat is onaangenaam. En dat ben ik met hem eens. Ik doe dat niet. Ik loop met mijn blote voeten over zand. Dat wel. Meer niet. Ja, steen ook ja. laminaat, maar over zand, ja? met mijn blote voeten over zand, dus geen probleem. Over gras niet met mijn blote voeten, dacht ik. Gaat alles lekker tot rust komen. Ja. Dus als je bidt, zijn er geen planten in de buurt. AUB. Dan doe je het heel zuiver, heel ruim. Die, die katholieken hebben daar de monnikencel voor verzonnen. Dus dat je helemaal niks om je heen hebt. Totaal geen elektriciteit. Daar gaat het om. Geen elektriciteit. Snap je? Je doet het in eenzaamheid, want anders kan God je niet verstaan. God luistert de Godganse dag van microseconden tot nanoseconden naar het ouwe hoer van iedereen en dan kom jij tussendoor. Hoe duidelijk is je boodschap? Hoort hij jou? Het is een uitroep. En ja, waarom zou je dat doen? Waarom? Kijk, een, het is Confucius, denk ik. Dat hij zei, het, het ganse jong... Van de ganzen... Roept naar zijn moeder. Het is iets met ganzen. Dat, dat en die, die kleine ganzen. die gaan enorm aan de wandel. En wui, 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 gons, gons, gons. En dan is hij zijn moeder kwijt. En dan is hij. Die... En die moeder die weet het dan. Die moedergans. die weet. Nou, laat dat ding aan de wandel. En als er problemen zijn, dan roept hij wel. Ja? Ja, en dan hoort die ganzenmoeder, die hoort dan die roep van de ganzenkind. En denk ik, oh, dat is mijn kind. Oh. En die waggelde zo. En ganzen zijn enorme aanvalsdieren. Een soort leeuwenvogels. Honden. Waarom zou jij roepen naar je ganzenmoeder? Zit je in de problemen of zo? <laughs> Kijk, het is voor ganzen een gebruik en voor mensen niet. In tijden van nood. Maar als je de keuze hebt tussen iets te gaan doen of te gaan bidden. Als je die keuze hebt, ja, ga wat doen. Hoezo gaan er dingen mis? W wat is het probleem? Eigenlijk. Ik zei nu eigenlijk op de juiste manier. Hè? Wat is het probleem? Eigenlijk. Nou, dat kan maar één probleem zijn: en dat is dat je een stuk tekst niet goed begrijpt. Dat ga je nog een keer herhalen. Voor je eigen om je lichaam de klats te geven. Van zo is het en niet anders. Dus waar de mens het meeste last van heeft, dat is de mind: dat is het hart. In de bijbelse zin. Hè? Dus het je, je, je oog wordt getrokken door iets. Oeh, dat vind ik interessant. En, en dan ga je weer. En dan loop je net als ik de OV-bliepkaarten... en dan uh, ja en amen te zeggen tegen vrouwelijke buschauffeurs. Die hebben een attitude, jongen. Als er een vrouw, dus er een vrouw aankomt als buschauffeur... Dan zeg ik, oh nee, ik wil liever een kerel. Vrouwen zeiken veel meer. En die vrouwelijke buschauffeurs, daar merk ik het mee hoor. Die zeiken veel meer. Oh man. Maar die andere vrouwen die in de bus zitten, die hebben net zoveel last als ik. Dus we maken het uit. <laughs> nou, daar gaat hij dan, hè. Dat is Matthäus 6. Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw vader die in de hemelen is. Kijk, daar staat het al. Buckle up. Misschien moet je nu uh, tegenzetten. Want ik denk dat ik gewoon doorga, alhoewel mijn bier bijna op is. En dan ga ik ook thee zetten. Dan misschien worden het wel twee. Beter twee. Ja. Dit is wezenlijk. In mijn optiek. Ik heb het recht om langdurig stil te staan bij dat wat wezenlijk is. En dat we in elk geval gaan herkennen. dat we vergeten waren. dat er een bibliotheek is van boeken. en die heet de Bijbel. en daar stond toch wat in. Dat is gek zeg. <laughs> dat is toch leuk? Dat is voor, uh, millennials. een uh, generatie Omega's, snap je? Van een welcome to the Pleasure Dome. Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden, anders zo hebt gij geen loon. La 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 la. Hier staat dan, bij uw vader, met een hoofdletter, V... Eh. Die, we hebben de hoofdlet die in de hemelen is. Laten we dat weglaten. Laten we dat modern schrijven. Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden, anders zo hebt, geen ge hebt gij geen loon. Dat moet je zeggen. De rest kan ook weg. Bij uw vader. Een soort heilige bank of zo. Weet ik veel. Die in de hemel is. Jij interesseert me helemaal geen lul. Dat geeft alleen maar discussie. Snap je? Anders zo hebt gij geen loon. Klaar. Eerste. Ja. En dan hebt acht trouwens. aan het begin dat kan ook... Uh, Uh, als, als, waar het hier om gaat. Ja. Als jij een dakloze of whatever, een of andere slampamper. Hè, die ga je helpen, dat doe jij in het donker. Dat mag niemand zien, want dat is beledigend voor die mens. Je mag die mens geven wat jij te veel hebt. Dan mag niemand weten. Dat geeft alleen maar gezeik. Dat heet aalmoes. Punt. En dat mag niet gezien worden door de mensen. Dus als jij een dakloze een stuiver geeft... dat is voor de gezelligheid. Ja? Dat is niet omdat jij zo goed bent... Jij doet dan mee met een uh, gebeuren van... Ja, iedereen geeft er wat aan. Ik geef ook wat aan daklozen. Oh, als iemand zit uh, accordeon te spelen. Oh, de... ja? Dat is geen aalmoes, snap je? Want andere mensen kennen dat zien. En die denken, oh, wow, hij geeft wat aan een dakloze. Oh, dan geef ik ook wat. Dat is geen aalmoes... Een aalmoes is dat je jezelf afroomt en laat doorstromen. En dat hoeft niemand te weten, want het is waanzinnig. Want iemand is hulpbehoeftig en je geeft maar wat. Een kwak. Kwak, kwak. En niemand hoeft het te weten. Het alleen maar kwak. En dan ben jij van je poen af. Dat is een aalmoes. Nou, iedereen die rijk is, die, die heeft een groot probleem. Want waar ga ik het aan uitgeven? Moet ik het investeren in de milieudevasteringsbank? The real divestment of milieu is uh, the promise of the future. Uh, Atombombs en uh, carbon dioxide all over the place. Uh, wat moet je met je poen, snap je? Je moet van je poen af. Zonder meer. Je moet van je poen af. Ja, als, als jij ze allemaal poen hebt hè, en dan ga je straks dood, wat, wat gaan die kinderen met die poen doen? Zijn die slimmer dan jij? Vanwege de Julia-effect? Want zo heet dat. Hè? Ja, de volgende generatie is altijd slimmer dan de, voor, de, de, de voorgaande. Dat is vastgesteld met die. Nou, dat is helemaal niet vastgesteld. Nee, ik ben slimmer dan mijn vader, maar dat is een ander verhaal. Terwijl ik word ouder dan mijn vader Dat is een ander verhaal. Rustig doen. Snap En een aalmoes geven, dus bis, jongen. Het is net iets als een aderlating. Maar je hebt een beetje te... Ik geef gewoon weg. Laat me zitten. Laat me zitten. Niet over oude hoeren. Niet over hoeren. meer? Weg met die poen. Dan kan je tegen die surwijs van je zeggen... Nou weet je wat ik gedaan heb? Hè? Ik heb het gedaan hè? met een sademessigistische hoer. Dat was een hele dure jongen. Een 750. En van hoor, kreeg ik wel hè, wat ik wou. En eh, van jou niet, hè? Nou, eh, nou eh, precies dus. Hè. Nou, dat was, eh, nou, dat was die hoer. En dat was helemaal niet zo. Dat was helemaal een recours. In de steeg. In Oosteinde. Heel daar val hem op. Hij nou nodig. Een beetje rekenen met die gozer. Die zegt nou 750. Ja, dan? 57. Als niemand het weet, hoor je mij. Als niemand het weet, krijg jij van mij 57. Even meelopen. Mondje dicht, mondje dicht, mondje dicht. Snap je? Matthäus 6, vers 1. Hebt. 8. Dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden, anders zo hebt gij geen loon. Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Jij snapt dit toch ook? En wat Bill Gates doet, dat is gemeen. En dit niet. Dit is niet gemeen, dit is gemeend. Dit is hoe het werkt. Dit is hoe onze vader het wil. Geen ophoping van kapitaal. Ja, geef alles weg, dat, dat, dat komt uh, later nog. Want bezit heb je helemaal niet. Dan krijg ik weer een gezondheidsmail. Wat verschrikkelijk. Ja, wat moet je ermee met een gezondheidsmail? <laughs> ik breek hem in tweeën, want mijn bier is echt op. En morgen ga ik weer. Uh... De Emiel Ratelband uithangen. En dan gaat weer de hele tent schoon worden. Geweldig. En ik ga uitzoeken wie uh, de klok van Albert Einstein heeft gejat. Want dat hoort niet. Albert Einstein heeft recht op zijn kapotte klok van de schoonmaker. Daar kan je niks aan zien, behalve hoe een klok eruit ziet. Dat je dat goed weet. Albert Einstein heeft studiemateriaal nodig. En ik ben student qua beroep. Dat komt allemaal goed. Mooi hè. We hebben Matthäus 6 gehad. Tot en met vers 1. Ik kan echt niet verder. Dat is toch waanzinnig, hè? Zoveel als er te vertellen is over Matthäus 6, vers 1. Want wat Bill Gates doet en al die andere mensen: van. We komen jullie helpen. We zijn er om te helpen. Je ja, geeft ons geld, geld en dan gaan we helpen. Dat, dat, dat slaat nergens uit. Hoezo moeten wij geholpen worden? Door wie? De wat is de. Ja, wat, wat is de vraag eigenlijk? Stoby? Is dus, er uh, die lekkere wijven die zingen dan van Freedom, 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 freedom. En ik denk, ja, what the fuck? Letterlijk. We gaan neuken. Als je dat toch gelooft, dan doen we dan ook. Het punt is, er is helemaal geen freedom. Dus dan kan je wel. Al, freedom, 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 free, Dan kan je wel al lopen zingen. Dan ben je net zo stom als een bosneger die uh, op een trommel gaat lopen bonzen? Want dan gaat het waarschijnlijk regenen. Laten we maar met trommels gaan bonzen, dan gaat het vanzelf regenen. En die wijven maar zingen. Freedom, 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 freedom. En ja, er weg. Er is helemaal geen vrijdom. Maar hoe kom je erbij? Wij staan allemaal onder contract. Ja. En het punt is. Dat als jij geld gaat lopen weggeven. en andere mensen zien dat. en dan, oh, oh die geeft een hoop geld weg. nou, dan heb je dus niks verdiend. Dat, is, uh, dat kan je net zo goed over de smijten. Dat kan je net zo goed. Uh, syphilishoeren gaan lopen neuken. Net als. Uh, nou, um, ja, mogelijk door Jeffrey Epstein veroorzaakt. Dat kan je ook doen. Lekker, Jeffrey Epstein was iemand die, die, die hielp kleine meisjes. Ja. ja. Er waren meisjes van 13, 14, die hadden helemaal niks. En die werden door Jeffrey Epstein geholpen. Ja? Heel veel geld. Ja, iedereen wist dat hij al die meisjes geld gaf. En, en die meisjes. Allemaal, oh, mag ik op de, oh, op de boot? Oh, wat leuk. En dan waren zij de boot. en dan kwam Jeffrey Epstein eroverheen. Kijk, dat krijg je dus geen loon, snap je. Dan heb je geen loon. En hoe gaan we dat vergoeden? Dat is mijn punt. Je hebt de hele tijd geleefd. Je hebt ongelooflijk genoten. Je hebt allemaal geld weglopen smijten. Iedereen zag dat. En oh, Jeffrey Epstein met zijn Epstein-eiland. De uh, uh, Holiday Islands voor meisjes van 13, 14, 15. En dan krijg je haartjes. En dan, 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 dan willen ze ze niet meer. En dan dan, dan krijg je ook uh, aarshaartjes. Bij de aars komen haartjes. En niet meer. Nee, 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 nee. Geen haartjes bij de aars. Ja, Je kent het wel. En in meisjes allemaal uh, aalmoezen geven. Gewoon geld over de balk smijten, zodat iedereen het kan zien. Uh, bijvoorbeeld dat meisje wat je dan pakt in haar blote aarsje. Die weet ervan. Ga weg. Ja, serieus, ga weg. Dat, dat maakt mij niet uit. Ik, ik, ben, ik ben geen revolutionair in de zin dat ik stupide ben. Ik ben een verstandige revolutionair. Oh, kalm aan. Kalm aan. We gaan Matthäus 6. Gaan we helemaal uh, fileren, man. Vers voor fix. Heb jij nog thee, Bert? Nou, nee, Ik heb denk ik nog wel een beetje thee. Als ik even naar de keuken loop, dan maak ik in één keer een liter. Ja, precies. Hey, mijn ding is, dat, dat wordt me wel eens kwalijk genomen, dat, maar, dat, ja, <coughs> dat ik zeg: ouderschap is een kwestie van neuken. Ja, die komt er even hard in, hè? Jo, 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 jo. En die heeft niks te maken met Matthäus 6, maar daar gaat het dus wel over. Ja. Tot de volgende, dan, dan komt er dan... De, oh, de rest kan ik allemaal overslaan. Oh, dat gaat makkelijk. Ja, eigenlijk ik heb ik alles al. Ik heb eigenlijk één tot en met... Ja, één tot en met vijf, Eén tot en met zes. Wat heb ik er zo? Ik heb echt al... Uh... Oh nee, nee. Ik, nee, ik zie het nu. Dat, uh, die Amos, en dan, nee, 1 tot en met 4 heb ik gehad, sorry. Ja, Ja, dat was in die dagen, hè, dat ze er geen genoegen namen met uh, gewoon maar één vers en je bekijkt het maar hè, en dan willen ze toelichten. Uh, moet je die mensen van die dagen maar vergeven, denk ik, of niet? Hé, hey. Matthäus 1, uh, Matthäus 6, vers 1 tot en met 4 hebben we gehad. En die ga ik zo dadelijk nog even herhalen. Want dan gaan we doordenderen. Want dan heb ik. Of koffie of thee. Dat weet ik nog niet. Tot zo.